Laten we even kijken hoe ze dat bij verzekeraar Aegon doet, want zij hebben ook hele interessante manieren om nieuwe mensen te werven. Aegon vroeg het aan aanstormende professionals. Hoe kijken jullie aan tegen werken bij een verzekeraar? Het beeld liet de wensen over. Daarom vertellen we onze eigen verhalen door middel van video's, blogs. Maar nemen we ook VR-brillen mee naar universiteiten om te laten zien hoe het is om bij een financiële dienstverlener te werken. Een uitdaging is het als er ineens maar liefst 6 vacatures zijn in te vullen bij de communicatieafdeling. En daarom probeert Aegon iets nieuws. Hoi. Wij vinden het belangrijk dat onze kandidaten ook zelf kijken van waar liggen nou je kwaliteiten. Dus wij vragen onze kandidaten om zelf hun eigen functie te ontwerpen. Ik denk dat het gewoon heel erg past bij deze tijd. Mensen stellen ook hun eigen sneaker samen. Waarom niet je eigen baan? En ik denk dat het belangrijk is dat mensen vanuit hun kracht solliciteren. Ben jij die interne communicatiespecialist die ook games kan maken? Wij hebben bouwstenen gemaakt. Je kunt aan onze brief schrijven waar je minimaal 2 rollen en minimaal 1 skill in moet noemen. En moet motiveren waarom dat jouw droombaan is. Kortom, we zoeken een bond gezelschap van communicatieprofessionals. En krijgen jullie al reacties binnen? Ja, ik was echt totaal verbaasd. Ik geloof dat we vrijdagavond het filmpje had ik op mijn LinkedIn gezet. Ik had echt na het weekend al een paar duizend views en de eerste sollicitaties binnen en mensen die willen linken. Dus ik was echt verbaasd over hoe het al werkt. Ja, bij Aegon krijg je dus een VR-bril op om in ieder geval een idee te krijgen van hoe dat nou precies gaat daar bij de verzekeraar. Goed idee, Anouk? Heel erg goed idee. Het is ongelooflijk belangrijk om in die eerste fase echt een idee te krijgen van hoe het is om ergens te werken. We werken dan vaak met filmpjes van medewerkers die een dag in het leven van laten zien. Maar hoe mooi is het dat deze nieuwe techniek, en volgens mij had jullie verslaggever ook ongelooflijk veel plezier daarmee. Zeker, ja. Om deze nieuwe techniek dat echt je in staat stelt om het hele bedrijf te kunnen zien. En zeker de mogelijkheid om je eigen functie te ontwerpen. Laat zien dat ze heel erg bezig zijn met die optimale match tussen wat nou iemand wil in die organisatie en wat jij te bieden hebt. Dus ik ben er ongelooflijk enthousiast over. Stefan, wat jij? Want we hadden het eerder over de traditionele verzekeraar. Het is heel belangrijk, denk ik, dat als je iets belooft, dat je het ook waar maakt. Dus als daar ik vind het interessant om nieuwe manieren om daarmee te experimenteren. Wat heel belangrijk is als je dan bepaalde beloftes doet, dat als je die mensen binnenhaalt, dat als ze binnen zijn, als er een bepaalde cultuur wordt beloofd, dan moet je wel zorgen dat dat ook waargemaakt wordt. Want anders zul je zien, het is net als met daten. De eerste keer met daten kun je nog een beetje de schijn ophouden, maar de tweede of de derde keer, als je gaat samenwonen, dan val je door de mand. Dan ben je al laat. Ja, maar het gaat erom. Als mensen dan na een paar weken er zitten, hebben ze dan nog steeds het enthousiaste gevoel. Dus zorg ook dat wat je belooft, dat het aansluit bij wat je werkelijk gaat waarmaken. Okay. En ook nog een laatste vraag om dit seminar dan af te sluiten. Wat zijn nou de 3 dingen, ik maak het moeilijk, die je moet doen als bedrijf als je talent wil binnenhalen? Wat zijn de 3 punten? Het eerste is, kruip in het hoofd van die werkzoekende. Bedenk wie dat zou kunnen zijn en welke kanalen je daarvoor in zou moeten zetten. Schrijf vervolgens een hele goede vacaturetekst waarin je eigenlijk alles wat we vandaag hebben gezegd goed weergeeft. Goed kunt matchen. Denk aan keywords, maar ook dus aan die soort de kunst. Dus mentaliteit bijvoorbeeld, hoe je organisatie eruit ziet. En als allerlaatst, laat jezelf zien als organisatie. Employer branding is super belangrijk. Job branding en employer branding gaan vandaag de dag echt hand in hand. En we weten uit cijfers dat jouw reputatie als bedrijf ongelooflijk belangrijk is. En dan maakt het dus niet eens uit of je heel groot bent of heel klein. Juist als je heel klein bent, dan kun je gebruik maken van bijvoorbeeld die reviews. En ben je misschien nog wel veel meer zichtbaar dan die grote organisaties. Helder.